Ja, hoe schrijf ik een bestseller? Een hele moeilijke vraag en een nog moeilijker antwoord. Je moet om te beginnen heel goed idee hebben. Je moet voor dat hele goede idee heel veel goede ideeën eromheen hebben om het uit te werken. Je moet zitvlees hebben om het daadwerkelijk te doen. Je moet natuurlijk talent hebben om te kunnen schrijven. Je moet de discipline hebben om er jaren aan te zitten, heel veel tijd in te stoppen, zonder dat je maar een idee hebt wat het gaat worden. En dat zijn een beetje de interne factoren van jezelf. Maar dan heb je een manuscript en dan nog weet je niet of het iets gaat worden. Nee, want dus inderdaad, als je een manuscript hebt, dan gaat het naar een uitgever. Nou, met een beetje geluk, de kans is wel klein, pakt een uitgever het op. Dan wordt het gepubliceerd. Dan hangt het af van wanneer het wordt uitgegeven, hoe het wordt uitgegeven, hoe het eruit ziet, of de media het gaat oppakken. Het is van zo ongelooflijk veel factoren afhankelijk. Je kan nog zo'n goed boek hebben en het kan gewoon totaal dood neervallen. Dus ja, hoe schrijf je een bestseller? Dat kan je niet op voorhand bepalen. Eigenlijk, lijkt me. Nee. Wat we hebben gedaan is een boek erover geschreven, waarin tips staan hoe je een goed boek schrijft. Maar of het een bestseller wordt, kunnen we je helaas niet garanderen. Maar het kan gebeuren. Of niet? Dat kan. Vond je dit nou een handige tip? Check dan ook ons YouTube-kanaal voor andere video's. Of ga naar onze website cbsbisseling.com. En daar kun je trouwens ook dit boek voor krijgen.